restaurant Hapitaria gaat vanaf 18 februari voor de 11e keer een maand lang open. De organisatie hoopt voor een goed doel geld op te halen. Er is alleen één probleem voor Hapitaria. Ze hebben nog geen pand. Het is eigenlijk gewoon heel moeilijk om aan een pand te komen. We zoeken een pand met horecabestemming en heel veel panden die staan vol of die zijn net niet goed gewoon voor wat we nodig hebben. We hebben een professionele keuken nodig uh, of de mogelijkheid van dat deze uh, daar kan komen. Verder is hebben we een pand nodig met ongeveer 50 gasten en moet het voorzien zijn van een water- en stroomvoorziening. Hapitaria hoopt dus spoedig een pand ter beschikking te krijgen. Ze werken in een team met een verschillend aantal mensen. We hebben een team van zeven mensen en commissies. Dus dat is ongeveer uh, in totaal 30 mensen. Maar we hebben op het moment zelf uh, in het pand hebben we gewoon echt heel veel vrijwilligers. die dan komen helpen in de keuken, in de bediening. Dus dat zullen er echt, echt veel zijn. Ik denk wel boven de honderd. Het doel van Hapitaria is om zoveel mogelijk families in Syrië te helpen. met de wederopbouw van hun boerenbedrijf. Door, door de oorlog is, is er veel land verwoest. En uh, daardoor ook bijvoorbeeld akkers, kassen en landbouwmaterialen. En uh, heel, heel praktisch voorzien wij gewoon hun opnieuw van deze spullen zodat zij aan het werk kunnen.